ben Jasper Dobber, stagiair bij Professional Boat Care. Loop even mee naar het mekka van de watersport. We lopen eerst even een rondje door het bedrijf voor de sfeerimpressie. Alvorens ik begin te vertellen wat dit bedrijf precies inhoudt en wat het precies doet. Loop even mee. Dit is Boy. Boy is ook stagiair bij Professional Boat Care. Boy ontwerpt een mobiel wasautomaat om elke locatie stromend water te hebben. Dit is een goed voorbeeld daarvan. Nu gaan we verder naar Michel Sanchez. Michel Sanchez is stagebegeleider en eigenaar van Professional Boat Care. Graag dat ik je welkom bij ons bij Professional Boat Care. Nu gaan we door naar de volgende ruimte. Loop even mee. Nu zijn we aanbeland in de kantine. Hier staat de Valhalla van de koffiezetapparaten. De echte Jura Impressa E60. Deze maakt een tongstrelende koffie voor iedere klant of iedere werknemer. In deze kantine hebben wij ook vergaderingen, lunch per overdag en hebben wij onze vrijdagmiddagborrel. We gaan nu door naar de allerlaatste ruimte en de allerbelangrijkste ruimte. Namelijk mijn kantoor. Hier kan ik maar even uitleggen wat Professional Boat Care nou precies inhoudt. Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. En om dit kort en krachtig uit te leggen, doet Professional Boat Care alles op het gebied van bootbeheer en onderhoud. Dit houdt in boten poetsen tot aan winterstalling. Dit is dus mijn kantoor en hier doe ik al mijn marketingacties. Ik ben de marketingman hier in Professional Boat Care. Het klinkt wel dus, maar ik kom eigenlijk gewoon hier op stageren. Hier smeef ik al mijn marketingacties. Bijvoorbeeld de deurhanger, die hang ik aan boten. Dat is de ideale manier van naamsbekendheid creëren in de havens. En de aftersales actie. Als eenmaal een klant bij ons heeft afgenomen, zetten we een flesje wijn aan boord, zodat ik kan genieten van een heerlijk flesje wijn tijdens het varen. Zo heb ik al mijn ideeën en al mijn uitwerkingen heb ik hier in één grote map. De marketingmap noem ik die. En daar zitten alle ideeën in die ik graag wil uitwerken hier op mijn stage. De theorie die ik bij Business School Motorman heb gehad, kan ik nu goed gebruiken in de praktijk. Dat merk ik nu erg goed terug in mijn stageperiode. Ik zie erg veel dingen terugkomen die ik ooit in de les heb gehad. Of marketingtechnieken en presentaties. Stagebegeleiding op Business School Notenboom is ook een stuk beter met vergelijking met mijn vorige opleiding. De communicatie is hier veel sterker vanuit de coach uit en de stagebegeleider. En een bezoekje op zijn tijd is ook altijd erg gezellig. Kortom, ik ben erg blij met deze kans. Ik ben erg tevreden over de begeleiding. Hopelijk, misschien tot ziens bij Business School Notenboom.